Over wilde feest gesproken. Johan Flemmings, die neemt het ook van. Wat een bruggetje. Iedereen is zo lekker aan het feesten de afgelopen dagen. Heb je het gezien? Ik heb kleine stukjes gezien. Ik heb zo zitten te smullen in Lang leven de liefde. Hij is natuurlijk altijd al op zoek naar de liefde. Hij heeft het ook al een keer geprobeerd bij First Dates Vips. Dat is toen helemaal niks geworden. Hij dacht, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Hij is gekoppeld aan de 52-jarige Kiki. Een hele leuke dame. Die hem in eerste instantie eigenlijk helemaal niet herkende. Die ook zei, is het nou John? Of Johan, of hoe schrijf ik jouw naam? Is dat een voordeel of een nadeel? Toen ineens ging het lampje branden. Nou ja, weet in zijn geval een voordeel. In ieder geval ging het, nou, als je niet te veel over hem weet, niet te veel van zijn achtergrond, is dat een voordeel. Anders denk je meteen, laat maar. Maar nou, het ging goed en het was vandaag op televisie het spannende moment. Na 24 uur moeten de koppels beslissen of ze met elkaar door willen. Laten we even kijken. Ik kan echt terugkijken op een ontzettend leuke, grappige, soms hilarische, maar ook serieuze 24 uur. Vind je gewoon oprecht een mooi mens. Ja, dat is wederzijds. Ja. Ja, je mag zo. ik zou wel willen verlengen, ja. Ja. Waar ik zelf bang voor ben, is dat ik gewoon soms iets te heftig ben voor jou. Met mijn dingen, met mijn kleding, met mijn... Ja, Alles aan je is leuk. Ik, van de andere kant zou ik heel erg graag ook willen verlengen. Maar ik weet waar mijn valkuilen liggen en die wil ik jou niet aandoen. Ja, het is wat het is, dus ja. Maar ik kijk er alleen maar positief op terug. En dan ga ik, mag je wel een knuffel geven? Zeker. Oké, okay, kom bedankt. Hier. Bedankt. Ja, super, echt helemaal. Ja. Het was geweldig. Ik zag je zo omlachen, sorry, want ik vind dan ook, wij zaten natuurlijk allemaal van, zou zij nou wel met hem verder willen of wordt hij gedumpt? Nee, hij dumpt. Ja. Dat is het allerlaatste wat we zagen. Eigenlijk, ik ben een raar verhaal. Ja, het zal vast waar zijn. Ik twijfel niet aan zijn woorden, maar dat je zegt van, ja, ik ben bang dat ik te heftig ben voor jou en ik wil jou behoeden voor een teleurstelling. Nou ja, reden. Hij deed toch allerlei gekke dingen daar? Ja. Maar daar, ja, nee, ja, ik ben fan van de liefde, maar ik heb dit programma echt gekeken vanwege zijn deelname. Ik ken Johan al meer dan 25 jaar. We zijn collega's een soort van, toch? Nou, nee hoor. Nee, maar ik bedoel, Johan die haalt veel gekkigheden uit. Maar dus ik heb hem gebeld van, je bent gek. Maar hij liet haar namelijk Dat was echt... voor hem geen nieuws, denk ik. Nee, want het was echt een hele leuke vrouw, maar hij liet haar in een soort atoompak... een of ander parcours afleggen. En hij gaf dan als een soort major aanwijzingen. Ze viel, verwondde zich ook nog heel erg. Maar hij zei, ja, ik ben gewoon te veel. Te druk, te veel risico. En eigenlijk heb ik misschien wel helemaal geen tijd voor de liefde. Maar ze zijn wel echt vrienden. Maar jullie zijn allebei gefascineerd door het Koningshuis. Ja. Hij is single. Ik zie toch op een of andere manier... Ja, Justine, ik wil je misschien aanpraten. Maar luister, ik misschien... Ik ben van de markt af, hè. Nee, dat is waar, je bent natuurlijk ook weer helemaal... Ja, ik ben en dan zitten er altijd die opblaaspoppen... Die sekspoppen zitten hier op de achterbank. Zitten hier op daar de achterbank. Deze kan dame opwarmen tot 37,5 graden. Ja, daar zat hij toch in? Ja, dat is helemaal zijn ding. Ik denk niet dat... deze dame, Kiki, van deze verzameling, dat ze dat niet als parate kennis had. Want anders had ze meteen Ze hebben nog contact, dus misschien wordt het een mooie vriendschap. Ze hebben wel een vriendschap, toch? Ja. Zij helpt nu hem bij een soort vlaggen... Nou ja, hij handelt nu in vredesvlaggen. Hij had nog een partij liggen van 20.000 stuks, geloof ik. Tuurlijk, ik ook. En nu, vanwege het conflict natuurlijk, zet hij die af. En zij helpt hem daarbij. Dus hij heeft echt een maatje in haar gevonden. Alleen niet de liefde. Dat is toch leuk. Zometeen, Bart. Maar misschien is wat voor jou, Bart. Een wimpeltje.